Een brandende auto langs het spoor bij Zaltbommel zorgt voor nogal wat chaos. Op verzoek van de politie komt bij afdeling bijsturing het bericht binnen dat trein 3565 niet verder mag rijden. Er staat een brandende mare. Ja. Nou, de eerste die richting Oud-Zaltbommel gaat is de 3565. Nou, houden we die wel even op Utrecht. Ja, die 3565 die moet even blijven staan. Wat? De treindienstleider wil hem weg hebben. Ja, dat begrijp ik ook wel, anders loopt Utrecht vol. In Utrecht wordt eerst conducteur Petra op de hoogte gebracht via de portofoon en horen de passagiers via het omroepsysteem van het probleem. Er schijnt iets te gebeuren te zijn tussen Jan-Hans en Den Bosch. Ik wil naar Den Bosch. Ja, maar ja, op last van de politie mag deze nog niet vertrekken. Ja. En het is even afwachten wat de situatie is. De andere trein gaat ook niet. Ze zijn allemaal bezig om informatie te gaan te verzamelen. En dan kunnen we de mensen wat vertellen. Ik moet echt naar Antwerpen. Dus ik kom helemaal ook niet meer in Antwerpen aan. En ik heb twee kleine kinderen. Ja, nee, ja, natuurlijk niet meer. Nee. Misschien dat ze... Ja, maar dan nog, ook al houden ze een uur vast, dat hebben ze de vorige keer ook gedaan. Maar dan nog, je weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat is een beetje juist. Roermond. Ja, ze hadden net richting Maastricht. Ik denk dat u het beste even op de omroep kan luisteren. Die roepen nou continu wat om. Maar ja, er is zoveel gevraagd, dus ik kan dat ook niet en luisteren en horen wat ze omroepen. Oorzaak is in ieder geval dat er een auto in de brand staat. Oh ja, auto in de brand. Een auto in de brand bij het spoor. Dus even gewoon de omroep even in de gaten houden. Prima, dag. Maar deze keer terug naar Haarlem. Nee, ga terug. Hier gaan we terug naar Haarlem. Ferns heeft het wat rustiger deze avond. De trein lijkt op het eerste gezicht helemaal leeg te zijn. Goedenavond. U vervoerbuis alsjeblieft. Ja, ik heb een... Heb je niet? Heb je wel een ID-kaart bij je? Nou, als je geen vervoerbewijs hebt en je hebt geen ID-kaart, dan kan ik jouw adresgegevens niet controleren. Heb je helemaal niks waar je naam op staat? Nou, ik heb wel een papier. Dat meen je niet. Heeft u wat geld bij u? Helemaal niks. Helemaal geen 5, 6, 7, 8, 9, 10 euro, want dan hoef ik helemaal niks. Dan zijn we zo klaar met elkaar. Helemaal niks. De autobrand is inmiddels geblust. Brandweer heeft alle sporen weer vrijgegeven. Nou, dan gaan we eerst met 3565 weer starten. Ja, personeel zit er nog op. Ja, is goed. Die gaan we even bellen. Hé, hey, bedankt Dino. Groetjes. Hoi. Nou, de versperring is opgegeven. We kunnen starten weer met de 3565. Dus als je het personeel zou willen bellen. Ja, ga ik doen. Eindhoven weer, Roermond, zit ja, uit Maastricht. Ja, we kunnen toch instappen. Ja. Oké. Het is een beetje harder, maar... Meneer, stopt u ook maar in. Dan kunnen de mensen ook door. De mensen kunnen het over. Waar moet u heen? Ik moet naar Rusland. Naar Rusland. Dan moeten we even hier omhoog en dan even informatie vragen bij Ticketje Service. Nou, doei. Hé, hey, doei doeg. Rustig aan, hè. Ja, dat bedoel ik. Het is gewoon heel makkelijk. Ik heb een omhoogplaatsje. Instappen. Mevrouw heeft helemaal niks bij zich. En die moet er hier uit. Ja. Dan stappen we hier uit. Komt u maar. Ja. De trein naar Maastricht kan weer verder rijden. Maar door een misverstand bij het omroepsysteem zijn er wel wat achterblijvers. Ja, ik luister naar de omroep. De omroep zegt naar spoor 15. Ik ga naar mevrouw, want ik heb mijn laatste trein nu gemist. Dan word ik verwezen naar u. En u zegt dat de trein weer terug naar, waar die is naar Haarlem gegaan. In eerste instantie zou hij teruggaan naar Haarlem, kregen we door. En plotseling werden de borden omgedraaid dat hij toch naar Maastricht ging. Dus we hadden net een heleboel mensen naar boven gestuurd. Correct. Dus, en nu komt die meneer natuurlijk weer terug, maar die trein is natuurlijk al weg. Dus ik neem aan dat u voor mij iets organiseert, want dit is natuurlijk een wanvertoning. Hè? Maar ja, aan die communicatiefouten, daar kunnen wij in principe ook niks aan doen. Ja, maar moet ik daar slachtoffer van zijn? Ik heb betaald voor de Nederlandse spoorwegen voor de reis. Nu, van Amsterdam naar Roermond. En dan geef ik de rekening gewoon aan u, dat u ervoor zorgt dat ik naar huis ga vanavond. Mevrouw heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Ach, ja. Nou, dan... Nou, daarom zeg ik, dat houdt op gewoon. Ja. Vrouw,
21 maar uur. Ik heb wel een postadres, hoor. Wat heeft u? Een postadres. Een postadres, kijk. In deze contraien lopen er zoveel, ja, sorry dat ik ze zo noem, van deze mensen. Moeten we het dan maar een vrijstaat maken? Ik denk niet dat dat werkt. Ook tegenover de andere reizigers niet. En want die zien dit ook gebeuren en die zien dat er wat mee gebeurt. Ja, en die achtergrondproblemen van haar, ja, daar kunnen wij niks mee. Jammer genoeg misschien, maar wij kunnen dat soort dingen niet oplossen. Nu moet ik dit betalen. U moet €11,50 betalen. Voor dat kleine stukje. Voor dat kleine stukje. Maar heeft u wel een handgeschreven kaart, hè? Nou, geweldig. Niet? Ja, hij ging wel. Hij is weggegaan. We zijn eruit gestuurd en hij is toen nog maar teruggegaan. Nee. U moest naar? Wiegen. Naar Wiegen. Eens even kijken. Ik ben heel geduldig, maar ergens zijn toch grenzen. Ik kan me toch net een nette vraag stellen en ik hoop dan een net antwoord op te krijgen. Goed, dat er communicatieproblemen zijn, dat kan ik me best voorstellen, maar ik vind het toch vervelend dat een passagier die dus luistert naar de omroepberichten, dat hij een slachtoffer moet zijn van miscommunicatie. Als een reiziger door schuld van de Nederlandse spoorwegen zijn laatste aansluiting mist, betaalt NS de kosten voor het vervoer naar de eindbestemming. De uitkomst is dat ze in Eindhoven voor mij een taxi organiseren. Dus ze doen hun best. En die mensen konden er ook niks aan doen. Ze hebben gewoon uitgevoerd wat ze doorkregen. En, maar zo gebeurt het nu te vaak. En dat is jammer. Goedenavond. In Nederland rijden zo'n 590 dubbeldekkers rond. Volgend jaar zullen dat er 668 zijn. In deze fabriek in Aken werkt men nu nog aan de afbouw van dit materieel. Tussen de bestelling en het moment dat je de nieuwe trein kunt gebruiken, zit al gauw een jaar of vier. Oké, nou waar je hier naar kijkt is in wezen een gigantische logistieke operatie om elke week een trein hier de deur uit te krijgen. En voorafgaand eraan al die duizenden onderdelen die er in zo'n trein zitten op tijd op de juiste plek te krijgen. In een dubbeldekker zit zo'n 65 kilometer aan elektrakabel. En hij weegt zo'n 350 ton. Dat is evenveel als 250 middenklasseauto's. Ik zie het op je kaartje. En er staat op dagretour. Ja. En weet jij het verschil tussen een tweetje en een eentje? Oh god. Want jullie zijn hier gaan zitten, toch? Ja. Denk ja, je dat hier stapten we net in deze. Ja, ja. En is dit eerste of tweede klas? Is een meerkeuzevraag, hè? Ja, het is eerste klas, zie ik. Het is €6 per persoon. €6? Ja, dat zo noemen we dat. Een overgangsbewijs naar de eerste klas toe. Je zit toch eerste klas? Ja, wow, oké. Okay. Kijk. Goeie mensen zijn jullie. Niet meer doen, hoor. Nee! Ik ben niet zo makkelijk. In Duitsland hebben ze oog voor detail. Maar ook Lex onderzoekt nauwkeurig ieder onderdeel. Ik heb het heute Morgen weer erlebt in 87-13. Ik zeg net, dit is de overgang tussen twee rijtuigen. En daar kan je gewoon de deur open en overheen lopen. Die platen die daar liggen, die stalen platen, die piepen heel erg in sommige treinen. En dat is gewoon een kwestie van smering van die as. Daar moet je dan wel op letten, want het is heel hinderlijk voor de reizigers in de trein. Ik heb vanochtend zelf wel meegemaakt. Dat is van buitengewoon irritant. Nieuwe dubbeldekkers moeten natuurlijk getest worden voordat ze met reizigers gaan rijden. Machinist Nicolette gaat voor het eerst in haar loopbaan zo'n proefrit maken. Dat houdt in 160 km per uur halen en een noodstop maken. Dubbeldekker heb ik wel eens gereden, maar ja, dit is natuurlijk weer een nieuwe dubbeldekker. Op zich, het gevoel is goed. Het is een redelijk bekende terrein voor mij. Alleen ja, gewoon het hele gebeuren eromheen, proefrit, trein uittesten, dat is heel spannend voor mij. Het is allemaal nieuw en ik ben nog niet zo heel lang machinist, dus ja, dan... Komen er eigenlijk wel veel dingen op je af, wat toch wel heel spannend is. Mag ik jullie kaartje alsjeblieft? Deze niet geldig, die is al gestempeld. Ja. Ja? Die heeft u net gestempeld daar. Ik ben jullie nog nooit eerder tegengekomen. Ja, dag. Een goed kaartje. Geen goed kaartje. Geen goed kaartje. Nee, ik heb hard het gevoel. Maar ik ga eigenlijk naar Centraal.
Ja, en wat nu? Ja, dat moet ik bij zijn, maar dat had ik eigenlijk net voor bedacht. Dat ik toch even Centraal wilde. Dus van Schiphol naar Centraal? Ja. Nou, ik ga eigenlijk nooit met de trein. Dus ik dacht, ik ga met de trein en ik ga het gewoon proberen. Maar het is niet helemaal goed gelukt. Wat ging je proberen? Nou, om gewoon niet te betalen. Dus, maar vroeger kon dat nog wel eens, maar volgens mij kan het tegenwoordig niet meer. Kijk, dit is de andere. Ah, jij spaart ze. Ja. Soms gaat het goed, hè? €6,50 is het. Volgens mij is gewoon een enkeltje met OV is volgens mij gewoon €4 of zo. Nu ben ik echt in totaal €12 kwijt. Dus dat is niet handig voor de volgende keer. Voor echt voor een klein stukje. Voor een kleine stukje €6,50. Tijdens de testrit lopen er ineens baanwerkers op het spoor. En dat stond niet in de planning. Gelukkig is Nicolette alert. Die stapt met zijn rug hier naartoe. Het gaat 9 van de 10 keer natuurlijk goed, maar ik moet opletten dat... Ik snap het niet hoor. Maar hij kijkt ook even... Voor hetzelfde geld ga ik gewoon door. Ja. En, je zal doorschieten hier. Ja. Er lopen werkers lopen hier in het spoor met een veiligheidsman. Maar die lopen wel in het spoor waar wij nu ook rijden. Daar hebben wij wel een rood sein hier. Maar zoals je ziet, de man die kijkt niet naar ons, maar die kijkt vooruit. En dat lijkt me toch niet zo veilig. Machinist Nicolette moet de nieuwe dubbeldekker nu opvoeren tot 160 km per uur. 140. Normaal rijdt ze 140 km per uur. Eén keer goed. Nou, kijk. Ja, super. Ik vond het een echt, je zou zeggen 20 kilometer, dat is niet echt schokkend veel, het verschil. Maar dat voelde ik echt overduidelijk. Het voelde heel raar in mijn buik. Echt, het idee van we gaan nu echt super hard. Maar ik vond het wel waanzinnig. Ja, het is echt leuk om te doen, absoluut. Toeristen helpen blijft een vak apart. Ferens geeft er zijn eigen draai aan. Is er soms een draai? Hans en Hans en draai? No? No, no. Niet een Hans en draai? No. No, no. We zullen alles voor horen. Dan zal ik het al zitten. El fustelupi delle patti savanti e trapattoni di fustelupi. Je moet het entendido. No comprende. Tienes que practicar más el español. Practica el español es esencial, pero son si se le hace tomar este. Hallo Lucas. Hallo Luca. Betekent dit ook niet dat het dikke lul betekent? Excuse me. Dag retour. Een dag retour. This is not a ticket. This is the ticket that you paid, that you bought a ticket. Yes. By the machine, but the actual ticket you don't have now on you. Look, this is just a cash receipt. Yes, and now? When you buy a groceries, you get a receipt. This is the receipt, but the groceries you have in your pocket, and now you don't have a ticket. And now? But we pay for the ticket. Yeah. But I don't have a ticket. So I write your ticket, you don't have to pay, but I write your ticket so you can travel to Haarlem. Yeah, we are in Haarlem. No, Haarlem. It's good. Okay, thanks, man. Bye. Bye. Nicolette gaat natuurlijk ook de remmen testen. Van 160 km per uur ineens naar een noodstop. Noodremreizigers, alstublieft. Oké, bedankt. Ja, ik vond het wel heftig. Het voelde wel vreemd, ja. Anders als net. De snelheid maken was in principe natuurlijk hetzelfde, maar ik vind deze remming gevoelsmatig heftiger als de vorige. Het ging perfect. In één keer van 160 naar 0 met die snelheid is toch wel vreemd voor haar. Zeker met die snelremming. En ze nam het goed over vanaf de reizigersgedeelte. NS vervoert dagelijks 1 miljoen reizigers. 1% daarvan reist wel eens zwart en is verantwoordelijk voor 60% van alle aanvaringen waar NS-medewerkers mee te maken krijgen. Het mobiele controleteam is een groep zwartrijders op het spoor. Het is zelfs zo dat u bent aangehouden. Ben ik aangehouden? Waarom?
heeft geen geld en geen geldig legitimatiebewijs. Ik moet sterven het toch, meneer? Nee, maar niet bij mij. Goedenavond. PBT Utrecht op de 2664 in de richting Amsterdam Centraal. Ik heb hier enkele jongelui zonder geld en geldig legitimatiebewijs. Ik wil graag assistentie bij de trein. Nou, ik heb er hier voorlopig twee, maar ik geloof dat er een stuk of acht in zitten. Ik zit nu in het midden, de rest is naar achteren. Ja, dat spelletje doe ik niet mee. Ik loop naar beneden, hun naar boven. Sorry. Deze jongens houden zich met hele andere zaken bezig. Zij besteden ieder vrij uurtje aan het spotten van bijzondere treintoestellen. Vandaag staat bijvoorbeeld een dieseltrein uit 53 op het spotschema. We kregen reacties genoeg. Genoeg. Ja, je staat bij overgangen. Nou, nee, mensen op de fiets die vaak vragen, oh, wat doe je? Maar ook heel veel mensen ja, die zien een beetje met schrik dat je langs de spoor staat. En ja, normaal iemand wat langs de spoor staat en iemand die wel langs de spoor staat, ja. Dan denk ik aan de springer of zo, dat soort dingen. Ja, goed, op station is wel heel veel mensen, of heel veel mensen die vragen, maar heel veel kijken, hè. Vragen die maar kijken en kijken en loeren, wat je met de camera dat doet. Helaas hoeven ze de camera niet tevoorschijn te halen, want ze missen deze museumtrein op een haar. Ja, ik haal hem toch niet meer. Nee, kijk, derde. Nee, het was niet in de planning. Maar wat was dat dan? Die gaan we in Haarlem ook kijken. Dus we worden aangekomen aan een andere trein en dan... In Haarlem hebben ze elkaar gehad. Dit is neergezet voor ons, sporters. En dan kunnen we hem kijken weer. Hun gaan zo vertrekken naar Alphen aan de Rijn. Dus, maar we gaan naar ander spoor, spoor 3. Gaan we. Maar de jongens geven de moed niet op en gaan nu op zoek naar de Blauwe Engel. Kees, er komen nu weer mensen jouw richting op. Dus ik loop naar jouw kant op. Want ze blijven zo heen en weer lopen. Dat wordt niks. Nee, maar je moet naar het volgende toch. Dankjewel. De deur zullen... Mag ik u heel even passeren? Ja, dat loopt net. De deuren blijven op. Niet die van die kant. No. Safety. Ah, die camera. Ah, die camera. Thank you. Uw vervoerswijs. Mag ik u vervoerwijs dan? Ik ben met die jongen in de trein gekomen. Het is bij hem. Ah, joh. Nou, loopt u even naar hem toe, dan loop ik mee. Ik weet niet welke kant hij is. Ja, dat is uw probleem, niet het mijne. U moet gewoon een kaartje hebben. Nee, u blijft even hier. Die deuren blijven toch dicht? Ja. Oké, wacht hier. Deze blijf hier staan. Deze kaart kreeg ik. Kom van maar die gewoon man. Deze kant op. Deze keer zijn de spotters niet te laat. Ja, we zijn Hollandse Rading en we gaan hem de 41 spotten. De 41 is een museumtrein. En die gaat nu naar de Watergraafsmeer. Komt zometeen hier langs. Ze moeten even een plekje zoeken. Een beetje goed voor de zon staan. En dan moeten ze wachten. Grappig. Mooie trein. Mooi in de verf. Blijft mooi, echt wel. Dat was hem? Dat was hem. Wat is dat dan voor trein dan? Blauwe Engel. Blauwe Engel is dat. De 41. Dus... Ja, gewoon door vrijwilligers is dat helemaal weer al afgeknapt. En nou reed hij weer. Maar zijn is de rest nu? Nou, hij is die jongen haal ik, zeg halen, maar... Waar is de rest van dat spul dan? Allemaal daar weer heen? Nou, er is er één met een rood shirt, die is weer naar boven gegaan. Maar ja, ik ben beneden, hij gaat naar boven, ik loop hem achter. Samen met de spoorwegpolitie haalt het PBT-team de zwartrijders nog even langer vast. De reiziger is vaak de dupe in dit oponthoud, want de trein vertrekt nu later. U kunt hieruit... Komt u maar. U is de hele tijd al bezig, op daar staan er nog een paar. De hele tijd. Meneer. U mag eruit. U kunt eruit. Ja, er lopen er komt u maar, oh, mevrouw. En daar... Komt u maar, u kunt eruit. Die meneer kan eruit. Even rustig hier staan. Meneer, kunnen wij daar praten? Die meneer, ja, klopt. Komt u maar, mevrouw. Even doorlopen, alsjeblieft. In Haarlem kan ieder moment een trein uit 1946 aankomen. En dit trekt nogal wat bekijks, van jong en oud. Vanaf mijn derde was ik eigenlijk al treinen gek. Ging ik met mijn vader treinen kijken. En ik vind treinen gewoon heel mooi. Ik wil heel graag machinist worden. Alleen ik weet niet of dat kan, want ik ben doof aan één oor. Dus ik weet niet of dat kan. Het is een nostalgisch treinstel, hè? Materieel 46. Dus, en die hebben ze in die jaren nog kunnen redden van de sloop. In 1983 reden dus de laatste stellen van dit type. En die zijn uit de dienst genomen in 1983. En na een tijdje niks meer van gezien. En op een gegeven moment hebben ze toch zo'n stel kunnen redden.
Hey, we gaan ze niet uit elkaar dan, dit toch? Was het de moeite waard? Zeker. Het is toch een mooie trein, hè? Mooi opnieuw gerestaureerd en zo. Dus. Maar je gaat weer vertrekken. Jammer, is weer weg. Voor de spotters zit de dag erop. Met volle fotorolletjes kunnen zij weer terug naar huis. Ik wil nog even zeggen, als je als conducteur hier alleen op de trein zit, dan heb je geen poot om op te staan, want je loopt bovenlangs, de mensen lopen beneden. Maar omdat wij met meerdere zijn, dan kun je gewoon wat meer doen. Uw vervoersbewijs. Uw vervoersbewijs. Ik nog een deur of niet? 7 euro is het dan. Kom maar. Open even de coupé. Maar hoeveel kost het kaartje dan? 7 euro, dat had ik u al verteld. 7 stuk zijn nu wel in het bezit van de welde vervoerswijs. Dus, en daar gaat het dan om. En dat zie je dus weer, is weer het kuddegedrag van joh, dat kan die toch niet alleen. Nee, dat klopt. Daarom had ik ook hulp erbij. Dus dat hebben we netjes opgelost. Maar je ziet het ook gebeuren, er komt een collega zelf van een andere trein om ons te helpen met schrijven. En dan zeg ik, kijk, dan ben je goed bezig. En daar gaat het om.